zes. Hallo allemaal. Je vrienden zijn precies op tijd. Precies op tijd waarvoor? Nou, terwijl Molly's moeder uitrust, ga ik met de grote zus naar de baby kijken. Mogen wij mee? Ik wil de baby ook graag zien. Vind je dat ze mee mogen, grote zus? Ga jij ook meekijken naar de baby? Leuk, kom mee. Oeps. Sorry hoor. Dat is mijn schuld. Oh, oh, kijk al die baby's eens. Wat zijn ze schattig. Welke is het, Molly? Dat weet ik niet. Jongens, komen jullie maar binnen. Oké, grote zus, ga maar zitten. Goed, zijn je handen schoon? Aha, ik heb ze net gewassen. Oké, goed. Molly, dan stel ik je nu voor aan je kleine zusje. Een klein meisje! Alsjeblieft. Oh, heb je er? Zo ja, twee armen. Hallo, kleine meid. Hoe heet ze? Ze heet... Mia. Mia. Hallo, Mia. Wat een mooie naam. Mia. Molly en Mia. Mia. Ja, dat is mooi, hè? Ik ben je grote zus. Ik ben Molly. Ik geloof dat ze je stem heel mooi vindt, Molly. Oh, Mia. Rustig maar, Mia. Baby, baby, huil maar niet. Dan zingt je grote zus voor jou een lied. Ik ben nu hier heel erg dicht bij jou. Om te zeggen dat ik van je hou. Ik hou van je, Mia. Welkom bij dit spektakel. Het grote verkleedgevecht. Oké, dus wat kunnen we hier vanavond verwachten, Nonnie? Het is een verkleedrace. Onze kandidaten gaan strijden om te zien wie zich het snelst kan verkleden. Oeh, ik hou van verkleden. En zo te zien zit er geweldige kleren in die kisten, toch, Nonnie? Ja. Het lijkt erop dat we gaan beginnen. Allereerst in deze hoek de regerend kampioen, afkomstig uit Bubbelstad, Michelle! En in deze hoek staat de dappere uitdager, een ster in knopen, een expert in ritsen, afkomstig uit Bubbeldam, Molly! De zijn open. Tijd om te gaan verkleden. Vertel, wat gebeurt er in ronde 1, Nonnie? Nou, de deelnemers moeten een jack vinden met een rits en dat aantrekken en dicht ritsen. Ritsen zijn best lastig. En daar gaan ze. Dit jack heeft een rits. Zo te zien heeft Molly een jack met een rits. Ja, maar Michelle ook. Ze gaan allebei de rits dicht doen. Dicht. Oké, Michelle wint de eerste ronde. Molly, Oeh, mooie ronde,
Molly, lieverd. Je deed het heel erg goed. En nu de tweede ronde. De deelnemers moeten een blouse met knopen aandoen. Knopen kunnen heel moeilijk zijn. Moeilijk? Lastiger dan hakschoenen vinden in mijn maat. Ik wou het net zeggen. Hup, dames! Hier is een blouse met knopen. Ze hebben allebei een blouse. Nu komt het allermoeilijkste. Allebei één knoop. Twee. Oh-oh. Zo te zien heeft Michelle een knoop gemist. Oh, nee toch? En klaar! Goed zo, meisje! Ronde 2 is voor Molly. Fantastisch, lieverd. Nog één ronde. In de laatste ronde moeten onze deelnemers een jek aantrekken met knopen en een rits. Knopen en een rits? Dat kun je wel, Molly! En daar gaan we weer. Degene die deze ronde wint is verkleedkampioen. Wil jij me helpen? Welk jack heeft knopen en een rits? Dit jack of dit jack? Dit jack, ja. En Michelle heeft inmiddels al haar knopen al dicht gedaan. Ja, maar Molly ook. Oh, kijk die Molly toch eens gaan. Ze hoeft alleen nog maar haar rits dicht te doen. Ze zijn allebei met de rits bezig en... Oh, zo te zien zit de rits van Michelle vast. De spanning is om te snijden. Ze is er bijna. Ze zijn beide gevloerd. Oh. Dat is de look die ik nodig heb. Hij is nieuw. Hij is anders. Hij is... Lieverd, jij hebt het. Ik wil jou op de voorpagina van Verkleed Magazine. Een originele Molly. Dat is een liedje van Stylie. Ja, wauw. Niet bang, je hebt niets te verliezen. Jouw kleding, dat heb je wel begrepen. Jouw persoonlijkheid, die moet je onderstrepen. Hallo, is dit jullie hondje? Dank je.
Jij bent het echt. Ja, en wie ben jij? Ik ben Gil en dat is Molly. Oh nee, ik ben Molly. En ik ben Gil. En dit is Bubble Puppy. Leuk jullie te ontmoeten. Ik ben Stanley. Jij hebt echt veel kapsels, hè? Ah, ja, hè? Elke keer als ik optreed, doe ik mijn haar weer in een andere stijl. Daarom noemen ze me Stylie. Zijn de fans dol op? Ja. Maar af en toe wou ik... Wat, Stylie? Nou, ik heb al die verschillende mooie kapsels, maar af en toe wil ik ook wel eens mezelf zijn, snap je? Gewoon wie ik ben. Je fans willen kapsels. Hoe dan ook. Jij hebt een heel mooi kapsel, Molly. Het is echt zo lang, roze en cool. Het is gewoon perfect. Bedankt, Stylie. En jouw kapsel is ook cool, Gil. Heel leuk, die weerborstel. Dank je. Mijn wat? Zijn weerborstel? Ja. Die pluk die recht overeind staat, dat heet een weerborstel. Dat is een pluk die altijd doet waar hij zelf zin in heeft. Grappig, toch? Zijn we weer verdwaald, Max? Natuurlijk niet, Stylie. Niet echt, tenminste. Nou, ja, we zijn verdwaald. Maar Max, we moeten vanavond op tijd in Bubbelstad zijn voor het concert. Ga je een concert geven? Vanavond? Als we op tijd in Bubbelstad komen. En hoe ziet je stijl voor vanavond eruit? Dat heb ik nog niet bedacht. Daar ga ik over nadenken onderweg naar Bubbelstad. Ho, kijk, Bubbelstad, die kant op. Zie je, we zijn niet verdwaald. Hier, jongens, kaartjes voor het grote concert van Stylie vanavond in Bubbelstad. Neem je vrienden mee. Echt waar? Dank u wel. Je houdt van haar stijl. Je houdt van haar muziek. En nu kun je haar live zien in het Bubbelstadstadion. Alleen vanavond de meest stijlvolle ster ter wereld. Stylie! Koop nu snel je kaarten voor het grootste spektakel van het jaar. En zie met eigen ogen wat voor stijl Stylie vandaag heeft gekozen. Nu in Bubbelstad. Mijn hond is weg en ik wil naar hem toe, ook al weet ik nog niet hoe. Als wij gaan vliegen zijn wij er supersnel. Gebruik je hersens goed, want dan lukt het wel. Dus geloof nu maar wat ik vertel. Hoe bijzonder wel. De deur dan open gaat. Maar welke moeten we dan hebben? Kijk, elke hond heeft een edelstenen patroon. We moeten dat patroon volgen. Wil jij ons helpen? Kijk naar het patroon op het bot. Het is rode cirkel, groen vierkant, blauwe driehoek. Hoort dat bij dit patroon of dit patroon? Het hoort bij dit patroon. Ja, allebei rode cirkel, groen vierkant, blauwe driehoek. Dus het klopt. Zou ik het hier super vinden. Maar waar is Bubble Puppy? Bubble Puppy! Hoorden jullie dat?
is Bubble Puppy? Bubble Puppy! Welkom in de tempel van verdwaalde hondjes. Bubble Puppy! Ik heb me zo'n zorgen om je gemaakt. Ik ook. Ik verwachtte jullie al. U bent vast de beschermer van de verdwaalde hondjes. Inderdaad. Ik moet voor ze zorgen tot ze gevonden worden. Zijn zij allemaal verdwaald? Ik ben bang van wel. Maar nu kunnen ze eindelijk naar huis. Horen jullie dat? We brengen jullie allemaal thuis. Maar we moeten nu snel weg. Weg? Waarom? Hallo, de vulkaan? Hete lava! Laten we hier weggaan. Kom mee, hondjes. Vlug rennen! Niet veel. Waarheen, professor? We gaan de hondjes naar huis brengen. Rond voor elkaar. We hebben alle hondjes nu opgehaald. Ze gaan nu fijn naar huis. Ze zijn niet meer verdwaald. Dus zijn ze super blij allemaal. Hondjes gaan naar huis. Ga deze muziek spelen kapot maken en dan is het gebeurd met alle muziek in de melkweg. Nee! Ruim dat op. Het maakt niet uit, generaal Rotbot, want wat je ook doet, er zal altijd muziek blijven bestaan in de melkweg. Oh ja? Ik hoor anders niks meer. Muziekspelers maken de muziek niet. Mensen maken de muziek. Muziek komt uit mijn hart en dat van iedereen. En dat zal altijd zo blijven. Neem me maar mee. Luister naar dit liedje, dan voel je je fijn. Heb jij ooit zoiets gehoord? Wat is dat? Waar komt die muziek nou vandaan? Je kent de dans, dus dans met mij. En je kent al snel ook ieder woord. Muziek hangt in de lucht, de hit van het heelal. Je hoort hem veel en iedereen zingt hem mee. We zingen mee. Nou op! Lied was
iemand me misschien even helpen met mijn helm? Alsjeblieft. Je helm? Oké. Hoi. Hallo. Is generaal Rotbot geen echte robot? Interessant. Bedankt, prinses. Ik wist niet hoe geweldig muziek kon zijn voordat jij en je vrienden me dat lieten zien. Ik was te druk bezig met deze boze robot spelen om goed te luisteren. Je bent heel stout geweest, generaal Rotbot. Je mag nooit meer dingen afpakken die van iemand anders zijn. Ik vind dat je iedereen in de Melkweg je excuses moet aanbieden. Waarom deed u het eigenlijk, generaal Rotbot? Waarom heeft u iedereen zijn muziek afgepakt? Omdat ik niet kan zingen. En dat vind ik krap vervelend. Je hoeft niet te kunnen zingen om van muziek te houden. Je kunt dansen, een instrument bespelen of luisteren. Echt waar? Het spijt me echt, jongens. Ik beloof dat ik nooit meer alle muziek in de Melkweg zal vernietigen. Wil je misschien iets voor mij doen, prinses Molly? Ja hoor. Wil je nog een stukje zingen? Tuurlijk. Ja! Kom op jongens, we gaan muziek maken. 5, 6, 7, 8. Het mooiste lied, mijn lievelingslied. Het mooiste lied, het mooiste lied. Oh, wauw. Overal op straat, hier in de stad, zie ik steeds bekende, leuk is dat. Bij de stomerij, de supermarkt en bij de piep, ja. Iedereen is zag dat ik hier liep. Kijk, daar is de kapster en die knipt je haar. Hallo. Is de notenbakker, die zie ik daar. Hallo. En er is ook nog een speeltuin hier voor iedereen. En hier voor iedereen. Wee! Kom op, dan gaan we daar nu heen. Hier in onze buurt. Alle mensen in de straat. Hier in onze buurt. Ja, kijk maar hoe dat gaat. Hier in onze buurt, het is zo fijn in onze buurt. Hallo, hallo, welkom hier in onze buurt. In onze buurt, ga je mee op avontuur. Hallo, hallo, welkom hier in onze buurt. Ja, hier wil ik wonen. Hier in onze buurt. Welkom bij de verbouwing, buurthondeneditie. Hallo allemaal, welkom bij de verbouwing. We zijn hier vandaag in een buurt in Bubbeldam om een hondje te verrassen dat iedereen hier wel kent. Gil, wat kun je ons vertellen over Bubbelpuppy? Nou Jimmy, de eerste keer dat ik Bubbelpuppy zag, wist ik, wij worden vrienden. Maar toen zijn hok kapot ging, was hij heel verdrietig. Dus we wisten dat we iets bijzonders moesten doen. Iedereen in de buurt wilde ons daarbij helpen. Dus we hebben een verrassing voor Bubbelpuppy. Een supercool nieuw hondenhok! Oké, we kijken even naar de beelden. Bubbelpuppy, wacht maar tot je ziet wat je buren voor je hebben gemaakt. Dat je van bubbelbrokjes houdt. Dus Bud en ik hebben een brokjesautomaat voor je. Ik heb een sirene voor je. Wij leveren de glijbaan. Ik denk dat je er heel blij mee zult zijn, Bubbelpuppy. Heel goed. Oké. Vlug achter de bus allemaal. Gil gaat Bubbelpuppy hierheen roepen. Gil? Bubbelpuppy! Kom maar, jongen.
We hebben een verrassing voor je. Kom maar, jongen. Wij hebben een verrassing voor je. Oké, verplaats de schoolbus. Bubblepuppy, we hebben een mooi nieuw hok voor je gemaakt. En iedereen uit de buurt heeft geholpen. Jouw supercoole hondenhok is compleet met een ladder, een paraplu en een glijbaan. Maar dat is niet alles, Bubblepuppy. Stan? Bubblepuppy, ik heb er een speciale verrassing voor je bij gedaan. Een winkelwagen! Zie je wat er gebeurt als de hele buurt samenwerkt? Tot de volgende keer bij De Verbouwing. Buurthondeneditie. Wie je bent, dat zie je aan je kleren. Lekker chic, dat moet je echt proberen. Een mooie jurk, tiara en muiltjes aan. En juwelen, kijk eens hoe goed ze staan. Mooi uit. Dank je. Is dat het, Molly? Wil je misschien deftig zijn? Ik vind het heel mooi. Maar ik denk dat deftig toch ook niet mijn stijl is. Kom op, jongens. We zijn er bijna. Oh, daar is de taxi. Die zal jullie supersnel naar Bubbelstad brengen. Oh, dank je. Bedankt voor Wanda. Ik wou dat je met ons mee kon naar het concert. Misschien kom ik nog wel. Dat zou leuk zijn. Kom op, Molly. We moeten gaan. Dag voor Wanda. Dag. Het spijt me, burgers. Maar ik ben bang dat jullie nooit op tijd bij het concert komen in deze verkeersdrukte. Echt niet? Oh, nee. Is er een andere route om bij het concert te komen, agenten? Ik ben bang van niet, meneer Zeebaars. Tenzij u kunt vliegen. Hé, jongens! Moet je nou kijken? Hallo allemaal! Wow! Wij wilden Stanley ook graag zien. Een draadvlucht! Hou je kapsel goed vast! Hou je vast! Noem ik nog eens reizen in stijl. Is dat Stijlie? Wie is dat? Is zij het? Is dat Stijlie? Ja, maar ze ziet er anders uit. Ze heeft een nieuwe stijl. Fantastisch! Weet je... Ik vind het heel leuk om voor jullie op te treden. En mijn gekke kapsels waren er altijd heel belangrijk bij. Maar die kapsels en outfits die ik draag, zijn niet de echte ik. Dit
ben ik wel echt. En vanavond moeten jullie het daarmee doen. Nieuwste mode of spijkerbroek. Kies maar wat je aantrekt voor het strand of onderzoek. Kies maar wat je aantrekt. En dan is het nu tijd om die vriendin te bedanken. Een groot applaus voor een heel bijzonder meisje met een unieke stijl. Mijn vriendin Molly! De kippen zijn gevoerd, de koeien zijn gemolken en de silo zit helemaal tot de rand vol met mais. Woe! Dus neem lekker iets te eten en te drinken, vers van de boerderij natuurlijk. En feesten maar! Lijkt erop dat het gaat stormen. Attentie allemaal. Laten we binnen verder feesten tot de storm over is. Kom op, met z'n allen naar binnen. Oké, is iedereen binnen? Maar waar is Wally? Waar is kleine Wally? Wat is er, jongen? Oh, Wally is nog buiten. Oh nee! Ze is bang. Ga er maar halen, Scout. Breng haar hierheen. Dus even, horen jullie dat? Volgens mij hoor ik popcorn poppen. Die silo zit tot aan het dak vol met mais. En dat wordt popcorn. Oh, dat ruikt wel lekker hoor. Een soort sneeuwstorm, maar dan van popcorn. Maar boer Joep, denk je dat Scout Wally terug kan brengen? Dat hoop ik wel. Hier, Scout! Kom, we zijn hier! Ze zijn verdwaald! Wat is er nou, jongen? Nou toch allemaal? Dat neemt hij mee om de weg terug te kunnen vinden. Wow, wat is dit spannend! Voorzichtig, Bibbelpuppy. Is je gelukt? Goed zo, Scout.
Wat kun jij goed schapen hoeden, Bubbelpuppy? Hoera voor Bubbelpuppy en Scout. De allerbeste herdershonden die er bestaan. Hoor Joep, hoe moet het dan met het feest? Maak je geen zorgen, Ona. Wij vieren ons feest gewoon hier in de schuur. In de keuken. Klaar, jongens? Ja, klaar! Wat doen jullie, Gil? Ik leer deze visjes hun handen te wassen. Vinnen, bedoel ik. Het is altijd goed om je handen te wassen voordat je helpt in de keuken. Oké, alsjeblieft. Laat maar lekker schuimen. En nu afspoelen. Er komt geen water uit. Wat zou er toch zijn? Oh-oh. Ah! Hey allemaal, we gaan cupcakes maken. Excursie! Dames en heren, de handen zijn gewassen en de oven is warm. Het is een prachtige dag voor beslagbal. En hier is de thuisclub, de Bubbeldamse Bakkers. We moeten samenwerken om cupcakes te maken en die veilig op het thuishonk te krijgen. De klok is gezet en de wedstrijd kan beginnen. Aan het beslag. En daar is het beslag. In die kom. Hé, hey, beslag, beslag, beslag! Laat maar eens zien wat je kunt met melk. Slagman loopt met het beslag naar het eerste honk, waar Ona klaar staat om het te mengen met haar garen. Mengen! En Ona mengt het door elkaar. En Gil gaat naar het tweede honk. Hij moet het beslag in de bakvoor gieten als hij binnen de tijd op het thuishonk wil zijn. Gieten! Vlug, giet het hierin. Wauw, kijk toch eens mensen. Goed gietwerk. Van het beslag te maken. Oeh, de spinners lekker wat van slag. Wil jij ons helpen? We moeten het beslag heet maken, zodat het in cupcakes verandert. Waarmee maak je het beslag heet? Met de oven of met de koelkast? De oven, is heet! Ja, de oven. Maar die is alleen voor volwassenen. Time-out! Tijd voor een korte onderbreking, terwijl de cupcakes bakken. 15 minuten later. Gebakken. En ook afgekoeld. En daar is Ronnie met de bubbelroomspuitzak. De cupcakes zijn versierd. Ze zien er heerlijk uit. Yummy! Nu hoeft Gil de cupcakes alleen nog maar naar het thuishonk te brengen, voordat de tijd om is. Schiet op, Gil! Voorzichtig, Gil! Laat de cupcakes niet vallen!
Alles staat binnen, mevrouw. Geniet van uw nieuwe huis. Dank u. Hoi, Skip. Ben je klaar met verhuizen? Ja, alles staat binnen. Mama, mag ik Molly en Gil nu mijn kamer laten zien? Natuurlijk, lieverd. Maar denk eraan, het is bijna bedtijd. Oké. Kom mee. Hier is het. Mijn kamer. Deze spullen horen hier niet. Mijn slaapkamer is een puinhoop. En het is al bijna bedtijd. We moeten vlug al deze spullen naar de juiste kamers verplaatsen. Verhuisbedrijf Guppy! Moet je spullen verhuizen? Nou, dan bel je ons snel. Bel de Guppies, bel de Guppies. Want we staan voor je klaar en we helpen je wel. Bel de Guppies, bel de Guppies. Dus dit verhuizen we. Oh, die piano is klaar. In de kamer nu. De schommelstoel komt klaar. We nemen alles mee, ook al ruikt het vies. Dus bel maar snel de Guppies, die doen het goed. Die helpen je wel als je verhuizen moet. Zo, we zijn klaar. Nog niet helemaal, denk ik. Kijk. De koelkast hoort toch niet in de slaapkamer te staan? Skip. Het is bijna bedtijd. We moeten hem verplaatsen, vlug! Wil jij ons helpen? De koelkast hoort te staan in de kamer waar je kunt koken en kunt eten. In welke kamer hoort hij? De badkamer? Of de keuken? Of de slaapkamer? Skip, lieverd, je moet naar bed toe. Oké. En wat vind je ervan, schat? Vind je je nieuwe kamer mooi? Ja. Bedankt voor de hulp bij het verhuizen, jongens. Graag gedaan!